Goedenavond, van harte welkom. Vanavond, hoe ziet jouw energietoekomst eruit? Dat is het thema. Dat is het thema waarvoor we deze energiecafés organiseren. Deze opkomst belooft een hevig debat. CO2-opslag is duurzaam. Ja, dat is het niet. Zo simpel is het natuurlijk. Kijk, de definitie van duurzaamheid is dat je niet iets opmaakt wat volgende generaties misschien nog een keer nodig hebben. Dan ga je straks alles importeren van buiten en dan heb je daar geen middelen meer om dat wel duurzaam te maken. Dus het gaat erom dat we die fossiele brandstoffen schoner maken. En daarvoor is CO2-opslag, met name aan de kant van kolen, erg belangrijk. Heeft de zaal ervoor over ongeveer 5 euro per dag opzij te leggen om CO2-problemen op te lossen? Het is een leuke discussie en goed te volgen op zich. Een aantal mensen die graag hun mening willen geven en anderen wat minder. Ik vind het een heerlijke avond. We hebben leuke sprekers. We hebben een levendig debat. Ja, ik vind het een hele druk bezochte avond heel erg leuk. En hele interessante antwoorden op de stellingen. Vol inzetten, maar het is niet de enige oplossing. Het is wat een van de heren zei, het is een en. Ik wil eigenlijk eerst even weten, kernenergie, is dat duurzaam? Het is ongeveer hetzelfde antwoord als bij CO2-opslag, denk ik. Je maakt iets op waar je nog best veel van hebt. Je kan met kernenergie niet het energieprobleem oplossen. Dat is onmogelijk. Nou, ik vond het een erg leuke avond. Ik merk dat er een grote ambitie is in Nederland om duurzaam op te bouwen. Erg interessant. Ja, ik vond het interessant. Er zat heel veel energie in. Gezellig. Heel informatief. Een consensus binnen zowel de politiek, die door de heer Samson werd geraakt, tussen mijzelf, vertegenwoordiger van Shell, als wel het publiek. Dat we alle drie eigenlijk hetzelfde willen.